change. Lololololol, what's up guys? It's your boy Danaden met deze aflevering 24 van Far Cry 5 op mijn channel. Ik sta bij een van de outposts die we redelijk recent hebben overgenomen in een van mijn voorgaande episodes. Hebben we Fate, jullie hoorden het wellicht ook een NPC zeggen aan het begin van de aflevering. We hebben Fate echt real fucking angry gemaakt. Zoomen we uit in haar gebied, in de Handbane River. Als ik überhaupt een kaart heb. Game, geef me kaart. De kaart was even weg, man. De Handbane River, we zijn bijna op het maximale verzetsniveau. We zijn inmiddels niveau 3. En de Cougars, oftewel die groep in de gevangenis, die blijven de secte uit de Handbane River verdrijven. Maar Fate heeft ons sinds de vorige aflevering uitgeroepen tot een hoofddoel. Eigenlijk een hoofddoelwit, laten we daarop houden. En ze heeft haar uitverkorenen erop uitgestuurd in vliegtuigen om een jacht op mij te maken. Oftewel, we hebben Fate real fucking angry gemaakt, man. De vorige aflevering stond voornamelijk in het teken van The Marshal. Kun je hem nog herinneren? Een beetje die Mexican-looking guy. Zuid-Amerikaan zou ook nog wel kunnen. Maar die Marshal die is helemaal fucked up in zijn hoofd, man. Hij is een beetje overgenomen door de Bliss. Hij zit letterlijk in de Bliss op het moment. Fate heeft hem helemaal in haar macht. Zij heeft letterlijk de controle over de Marshal. Maar we hebben hem sinds de vorige aflevering gered en in een gevangenis neergelegd. Jullie zagen hem allemaal flippen. We hebben het de vorige aflevering meegemaakt. En we zijn gewoon nog steeds bezig met het leven zuur maken van Fate. En dat doen we eigenlijk door sectes over te nemen. Haar bloemenvelden kapot te maken. Haar gewoon steeds bozer en bozer te maken. Maar voornamelijk heb ik nu de missie, de strijd tegen drugs, aangezet. Oftewel, we gaan nog steeds verder met de missie om haar drugsvelden te verbranden. Haar outposts over te nemen. En haar uiteindelijk uit te lokken voor een encounter die we ook hebben gehad met bijvoorbeeld John in de Holland Valley. Dus ja, welkom terug guys. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, jullie support showen op deze aflevering 24. De Handbane River dus. We gaan Fate verder pissig maken. En dat doen we door de drugsboten en de drugstrucks verder te vernielen. Hey. Weet je wat? 50 cal, guys. 50 cal. Nee, niet. Sterf, joh. Hey, stop me, meneer. Nee, niet. Oké. Ja, het is dus een beetje een lastige quest, want eigenlijk zijn we Fate aan het uitdagen. Ik speel nu ook voor het allereerst met deze dude, Sharky Beauchamp. Excuses. Ik zit gewoon tijdens het spel. Fuck off, dude. Ze wordt steeds bozer, jongens. Ze wordt steeds bozer. Gekke headshot. Oh, dat was ook echt een vies, hoor. Heerlijk hoor, we kunnen nu die auto overnemen samen met Sharky. Ik ben lekker bezig. Je ziet het, er wordt echt een soort jacht op mij gemaakt aan het begin van deze aflevering 24. Hij rijdt de berg op. Ga erin, dude. Ga erin, wat doe je? Dude, wat doe je? No way. Oh my god. Die physics zijn gruwelijk trouwens dat het werkt. Hey Sharky. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar je struikelt om de secondenpik. Oh, zoals jullie zien zijn we dus echt in Fate's gebied bezig. Dit is ook gewoon fake. En weet je dus nooit wat er nu op je pad gaat komen. Sowieso staat het in dit gebied staat in het teken van drugs. Dankjewel. En daarom zijn er heel veel hallucinaties. Yo, Sharky, stap in, man. En het belangrijkste is dat we eigenlijk samen met Sharky jeeps, boten, dat soort shit gaan vernielen, man.
wish we wasn't sneaking around. Cause I'd be all like, fuck yeah. But real loud. Ja, dat beest is vrijgekomen. Dit is echt fucking grappig, dude. Hoppa. Maak de secte maar lekker boos. Ik vind het prachtig. Maak Fate maar lekker boos. Uiteindelijk zal ze ons toch gaan opjagen. Terwijl wij zo deze jacht aan het maken zijn op dit soort drugsboten, kan ik beter wel eventjes één wapen switchen zoals de sniper. Met gewoon een rocket launcher, man. Of een granaatwerper, daar heb ik tot op heden echt nog geen moment mee gespeeld. Zullen we een granaatwerpertje halen? Ik hoop dat ik er genoeg geld voor heb. Wat is dit dan? Wipe shit, maar... Nah. Ik heb nog niet eens granaatwerpertjes vrijgespeeld. Wat is deze dan? Ja. Deze is fucking vet, maar kijk hoe duur die kost. 9000 euro. Dit is fucking vet, man. Ontplof, ontplof. Heerlijk, wegversperring vernietigd. Oh, dit valt niet onder drugsboten? Sick as shit. Oh lol, gijzelaartje gered. Hey guys, onverwacht zijn we goed bezig man. Daar heb ik nog wat bliss. Oh shit. Weet je wat jongens, we zetten lekker een markering op een secte outpost. En dan gaan we gewoon lekker in het gebied van Fate een volgende outpost overnemen. En als we dan drugsboten of drugstrucks tegenkomen, die kunnen we natuurlijk altijd nog tot ontploffing brengen. Dat komt allemaal vanzelf wel. Maar ik weet 100% zeker dat die secte outpost, daar gaat ze ook totaal niet blij mee zijn. Oh, weer gijzelaars gered. Ja, awesome. Totaal niet gepland ook, maar oké. Weer eentje gered. Kijk, daar is een tweede drugstruck. Oh, we zijn echt op een agressieve tour, jongens. Ik vind het helemaal mooi. Hij is erbij. We opened every door for you. We opened every door for you. Wat zijn ze eng. Ik wil niet bij jullie secte aansluiten. Dring jezelf niet zo op, man. Op
dit moment kan ik misschien beter voor de niet-stealth aanpak gaan op het moment dat er echt om me wordt gejaagd. Dus ik heb dan en mijn piloot, Nick. En daarbij heb ik Sharky. Die dude stond letterlijk met RPG klaar, hè? Fucking gevaarlijk. Als iemand geraakt, is het klaar. Ja, daar is die secte. Wacht even, wat gebeurt hier? Ja, we hebben die gijzelaars gered. Fantastisch. Let me be the first to thank you, Rook. You managed to track down all our missing persons. I'm gonna have to stop calling you Rookie. It's no small deed. Outstanding job, deputy. Awesome. Kijk even die reputatie omhoog gaan. Fate is zo niet blij met me. Lekker bezig, Bosha. As usual ben je altijd lekker luidruchtig. Daarom heb ik je dit keer ook meegenomen. Geen stealth approach, nee, alarmen uitschakelen. En ze overdonderen. Nog één alarm. Sick. Go for a stroll, cover me. You deserved that one. Awesome, man. Gruwelijk uit te zagen. Appreciate everything you've been doing to help us out. Fool me once, shame on you. Fool me twice. Glad to see you today, sir. Good to see you, girl. Oh, I don't know if things can ever go back. I got a job. We're keeping these digs thanks to you. We all make mistakes.
time. Even myself. These things aren't messed up enough. Now we got them angels to deal with. That shit's crazy. Fate. Ik weet dat je me uitdaagt, maar dit is eng, man. Foolishly. I thought we were coming to an understanding. Foolishly, I thought we were building trust. Hold on, Carmina! Watch me, I'm moving! Trust has been broken. Again and again. So there will be no more interference. No more distractions. No more pity. Dankjewel, Nick, trouwens. Voor het uitschakelen van dat uitverkorene jachtvliegtuig. Fate is eng, man. Hoor die toon. Hoor. Ik denk dat gewoon simpelweg de eerste volgende keer dat ik in haar bloemen stap, dat ik hallucineer, is klaar. Is het over. I need a favor. I could play this game all day. Ik heb gewoon simpel gezien, wat is dit trouwens? Pasje nodig. Waar de fuck wil ik uiteindelijk dat pasje gaan vinden dan? Imagine what we could do with 10 of you. Maar jongens, nogmaals, ik heb deze aflevering aangekondigd als wow, oké, doeg. Als een aflevering waarin wij Fate eigenlijk nog pissiger maakten, en dat is volgens mij gelukt. Sharky, wat ga je doen? Wat voor aanval doe jij? Eerst rookgranaat, dan shotgun? I'm changing spots! I'm seeing it! Don't make this harder than it can't happen for me! Dacht het niet, pik. Er wordt op me gejaagd en ik ga gewoon rustig door, geloof me. Dus alright, we gaan nu naar. Goed rondkijken hier. Ja, eerst volgende secte outpost dan maar, hè. Hoeveel zijn er nog hier in totaal? Er is nog. Oh, er zijn er nog 3 zelfs. Dus ik heb er 1 nog niet eens ontdekt. Alright, alright. Weet je wat? We rijden daarheen en we gaan die er ook gewoon achteraan doen. Let's go, man. Oké, dan. Lekker bezig, Sharky, man. Lekker, man. Thank you.
Yeah, cover my ass. Only way we're gonna get rid of all this. They're down there. Nice, nice. You're wondering, I'd love to kill them babies over yonder. Oh shit, oh shit. I'm getting my shuffle on over here. About time you unleash the beast. I'm the beast. Fuck him, Sharky. What the fuck? Jesus, guys! Oh shit, that bitch! I murdered you to death! Jongens, Fate's gebied is geflipt. Oh, man, man, man. Corpus, yo, we got Peggy! I have eyes on the target. Wat is dit voor muziekje? Ik heb dit nooit eerder gehoord. Volgens mij ben ik heel erg de encounter met Fate aan het uitstellen ofzo. Jongens, waar is het andere alarm? Yes, alle alarmsystemen zijn uitgeschakeld. Helemaal top. Fucking vet, guys. Oh man, Fate is zo niet blij met me. Oh my god, wat ga je me nu vertellen, Fate? Shelter, even though most folks around here would think twice. You know, some say that place is haunted. But I never much bought into that kind of malarkey. Anyway, keep up your good work, Rook. Sommigen zeggen dat het er spookt. Just when you think things can't get worse. Man, this is the most awesome game I've ever played. Is there anyone around here that can help me? What the hell? Sommigen zeggen dat het een spook. Wat hangt hier voor enge locatie, man? Wat hangt hier voor enge sfeer op deze locatie? Is there anyone around here that can help me? Doesn't get any better. Check it out. This game lets you build. Damn fine job getting rid of those cultists. Maybe you can help me with something else too. You're not gonna believe me.
But there's a crazy-ass bear in Lydia's cave. The cult used that drug to try and turn it into some kind of weaponized super bear. Didn't work. And it got loose. It's nasty as all get out and tough. We sent a bunch of people to kill it, but none of them came back. I'm hoping you got what it takes to get rid of that sucker. Please, before it kills more people. The Judge Bear. Even serieus. Damn, I can build my own levels. Deze audio, man, die zit er niet voor niets in. Ik heb zomaar het idee, ook zeker omdat het werd benoemd door volgens mij de sheriff. Ze zouden hier zomaar eens een vette sidequest in kunnen gooien. Stel je loopt hier midden in de nacht rond. Wow, heel veel bloed ook. Wat een rare locatie, man. Shitje. Don't let the Peggy's catch you. Hunt their livestock. Ligt een notitie hier. Een vieze verkreukelde brief. Weet je wat ik ook had gezien? Een deur die ik nog niet had geopend, hierboven. Zou ik ook wel even heen willen. Hier hebben we in ieder geval weer eentje voor, top. Er hangt gewoon een vrij rare sfeer hier. Jullie zien het aan alles? Wat de hel hebben we hier? Slot kraken. Oké, dan ben ik wel eventjes benieuwd naar die notities natuurlijk. Oké, we kraken dit slot ook eventjes. Sleutel van hotel, missie item. Dit is een sectebriefje. De enige geest waarin ik geloof is de Heilige Geest. Als er geesten in het hotel zijn, dan zijn het heilige geesten die ons helpen Henbane te veroveren. Ik zweer het in de naam van de vader zelf. Als er nog één iemand tegen me komt zeiken over rare geluiden in het hotel, stuur ik die naar Fate. Angels zijn niet bang voor spoken en we kunnen altijd meer angels gebruiken. Blijft raar, dat ik hoor ook vreemde geluiden hier, maar dat zit er natuurlijk bij intentie in. Bloed ook op bed. Wow. Niet alleen bloed, ook dit. Kijk. I'm moving to higher ground. I'm hearing you. Hello. This is... God damn it, Junior. This thing even recording? Yeah, it's on. You're doing a great job, Daddy. I know I'm doing great. You come from my goddamn gonad, son. I don't ever need your opinion on how I'm doing. Hello. I'm Hurt Drubman Sr. I'm a veteran, small business owner, a loving father, and I'm running for state senate. I care deeply for Montana, which is why I can no longer sit down. This state and this country are turned into Canada by godless, gunless hippies who will not rest until democracy is dead and we're all eating ketchup chips. These syrup-sucking socialists sneak into our country with 300 different gender pronouns and take our high-paying jobs in entertainment and hockey. They don't care about our way of life. They want to take our guns, spread their liberal agenda, and give our daughters free abortions. Het valt me op dat er echt vrij veel, hele gare referenties naar horrorfilms in zitten, man. Zo zitten er in deze game heel veel referenties naar It. What the hell? Oftewel Pennywise, weet je wel, de clown. Ik hoorde namelijk nadat we het laatste spookhuis hadden bezocht in mijn aflevering, toen kreeg ik een comment. Een comment van een oplettende kijker en die zei meteen, dat is niet het enige wat erin zit, Denna. Er zit ook een easter egg in, nog naar Pennywise, oftewel It, de clown. In de riolering. En ergens in die film, weet je wel, dat ze die riolering ingaan, daar hebben ze hier ook in de rioleringsbuis een ballonnetje zitten. Dus dat soort rare referenties naar horrorfilms. Dan natuurlijk die referentie naar The Ring, met die ruisende tv. Ze hebben er vet veel gekke shit in gestopt. En dat is redelijk eng.
Al zeg ik hetzelfde. Kijk, ik ben al best wel een watje hoor in games, maar dit stoppen ze natuurlijk, je moet beseffen, het is een developer van een game. Dit stoppen ze er per intentie in. En dit zit er niet zomaar in. En ook die sleutel was een missie item. Ik had eigenlijk verwacht dan dat we hier in konden, man. Is helaas niet het geval. Ook gewoon precies in kamer 301. Is deze rare shit gebeurd? Ja, I don't know, man. Ik vind het maar een beetje luguber hier. Pittig creepy. We hebben trouwens helemaal niets meer van Fate gehoord, hè? Er wordt nog steeds op me gejaagd, maar ja, op wat voor manier? Want als je kijkt, ook deze locatie is dus helemaal overgenomen. We zitten bijna op het maximale verzet, zien jullie dat? We hebben hier dan een missie, de Judge Bear, die er fucking eng uitziet. En we hebben hier nog een missie, wie ik beter maar wel kan doen. Bijtanken, ga ik sowieso XP voor krijgen. Want we moeten denk ik toch wel het maximale verzet zien te worden. Dan hebben we hier in dit gebied de Drupman jachthaven. Als je uitzoomt, dit valt ook nog in haar gebied. Zien jullie dat? Dus ja jongens, ik denk dat we hier een markering moeten op gaan neerzetten. Het is niet wat ik ga doen. Nee, ik zet er een markering op. Dus ik volg hem, ik zet hem klaar. Ik ga hier naartoe fast travelen. Zeg maar naar deze locatie. Dat is de zuiveringsinstallatie. En dan vernietigen we nog deze schrijn. Dat geeft natuurlijk ook XP. En dan gaan we een beetje in dat gebied aan de slag. Dus dan kunnen we de volgende aflevering, in aflevering 25, kunnen we deze secte outpost overnemen. Schrijnen kapot maken. Zie, hier is er ook een toevallig. En dan een beetje deze kant op trekken naar de Drupman jachthaven. Waar waarschijnlijk nog een missie te doen is in Fates gebied. En dan kunnen we ook nog de allerlaatste secte doen in het gebied. Oftewel zat te doen, guys. Laat ik er snel heen gaan. Oké, jongens, aangekomen bij de zuiveringsinstallatie. Is het er weer fucking druk? En heb ik niet eens heel erg lang de tijd. Oh shit, ik word gewoon gebombardeerd. Heb ik niet eens heel erg lang de tijd om alles en nog wat te doen? Want er wordt volop jacht op me gemaakt. Het is echt niet normaal, jongen. Het is voor mij persoonlijk ook een hele rare aflevering. Ik ga kijken of het vanaf hier lukt. Puur omdat er zo'n jacht op mij gemaakt wordt. Oh shit, ouwe. Grass is greener over there. Dat was zo sick. Oh shit, man. We nailed it. We freaking nailed it. Dat was echt fucking vet, ouwe. Fucking vet. Nogmaals, in deze rare area, jongen. Overal is Bliss. Overal voel ik dat gevoel dat er om me gejaagd wordt door Fate. Ze is helemaal klaar met ons. Was het eigenlijk een rare part voor mij om op te nemen? Want ik had dus een aantal dagen niet gespeeld door drukte. Ik heb eigenlijk gewoon veel geëdit de afgelopen dagen. Het spelletje dus niet aangeraakt. Nou ja, dan nam ik het weer op na anderhalve dag, denk ik. En heb ik dus het gevoel dat er continu om me gejaagd wordt. En moest ik eigenlijk ook op zoek naar dingen. Zoals de drugsboten en de drugsauto's. Om dat soort dingen te gaan slopen, weet je wel. Om haar aandacht te trekken. Dus dat zullen we gewoon ook maar gaan vervolgen in aflevering 25. We gaan gewoon naar de secte outpost toe. We gaan naar verschillende schrijnen toe. En dan gaan we naar de jachthaven voor een missie die daar nog te doen valt. Om maar allemaal Fates aandacht te trekken. En dan in het maximale verzetsniveau te belanden. En dan zien we snel genoeg of Fate ons, net zoals John, op een bepaalde manier uitdaagt en we bij haar belanden. We gaan het zien, jongens. Dankjewel voor het kijken. Thanks voor de support. En tot de volgende episode. Peace.